De beveiliging 76 jaar geleden ongemerkt voorbij laten gaan, dat kan niet, vonden de leden van de stichting Hellendoorn Bevrijd. En daarom was er toch een kleinschalige coronaproefviering op touw gezet. Onder het motto, opdat wij niet vergeten. De officiële bevrijdingsdag is 10 april. En daarom vonden er op die dag verschillende activiteiten plaats. Ook werd gevraagd om op die dag de vlag uit te hangen. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Er reden diverse militaire voertuigen in groepjes door het dorp. Langs de Dorpstraat en een gedeelte van de Gerard Bosstraat en de Biebenstraat hingen banieren. Een soort vlaggen waarop foto's waren geplaatst van de 15 Canadese soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van het dorp Hellendoorn. Hiermee krijgt de bevrijding van het dorp een gezicht en worden deze soldaten geëerd voor hun moed. Tussen 12:30 en 13:45 waren de kerkklokken van de Sint-Sebastianus en Ongriezen te horen. De 6 historische vliegtuigen onder leiding van Jacques van Egmond vlogen ongeveer op 200 meter boven het dorp. De stichting hoopt met deze kleine actie recht te doen aan 75 plus 1 jaar bevrijding van het dorp Hellendoorn. Zo krijg je toch een samenhorigheidsgevoel en de verbinding waar iedereen op dit moment zo erg naar op zoek is.